Nee, dit is geen laatkomer voor een college, maar een deelnemer van de Campus Trail. Dit is een sportieve loop op het Zernike-terrein van 6,5 kilometer. De tocht ging afgelopen vrijdag kriskras over de campus en door 20 gebouwen op het terrein. Er werd in groepen gestart om opstoppingen te voorkomen. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat de 300 deelnemers veilig de straten over konden steken. In ongeveer een half uur renden de deelnemers langs en door plekken waar ze anders niet snel zouden komen. Het klinkt een beetje cliché, dat zeggen we eigenlijk al vanaf jaar 1, maar ze gaan toch vaak naar hun eigen gebouw en daar studeren of daar werken en dat is het. En nu ontdekken ze ook wat er meer is op de campus. Ja, dit is echt een van de binnenkant, dat je ook eens een keer ziet van wat ze nou hier eigenlijk allemaal doen. Gaat wel met een sneltreinvaart, maar dat ligt ook een beetje aan jezelf. Ik zou haast ook gaan studeren hier, bijna. De loop was puur recreatief, maar vooral door de vele trappen voor niet super getrainde best nog wel een uitdaging. Vele trappen lopen maakt het moeilijk en je wilt ook een beetje met de groep blijven. Dus en natuurlijk 6,4 kilometer is niet niks. Hier werd nog gewoon gewerkt. Lopen allemaal mensen door je kantoor? Absoluut, maar dat is zo van tevoren al. En dat is natuurlijk altijd mooi dat de mensen hier doorheen lopen bij de akloop. Kan je wel een beetje concentreren zo? Ik heb weinig keuze denk ik helaas. Het is van tevoren gepland, maar het is eind van de dag ook bijna. Dus de laatste mailtjes eruit en dan zijn we gelukkig vrij voor deze week. Veel deelnemers vonden het wel lastig de juiste route te volgen. Nou, dat overkwam ons ook een paar keer. Het werd heel hard geroepen, nee, je moest daar langs. Ja. En toen kregen we toch een tussendoorweggetje waardoor je toch je route kon vervolgen en niet terug hoefde. Maar, misschien wat extra meters hier en daar gelopen, dat wel, ja. Extra meters, niet minder? Nee, zeker niet minder. Nee, absoluut niet. Meer, dat denk ik wel, ja.